Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Nikki en vandaag weer een vissenvideo en vooral even een uitlegvideo. Want ik heb hier heel veel vragen naar gekregen en er zijn zo ongelooflijk veel misverstanden en onduidelijkheden over dit onderwerp. Dat ik maar gewoon besloten er echt een aparte video van te maken. Specifieke vragen kunnen natuurlijk altijd in de reacties gesteld worden. En dit is gedeeltelijk ook een mening. Het is dus, er zijn altijd meerdere manieren. Met aquarium houden is eigenlijk altijd meerdere manieren. Dus dit is gewoon mijn perspectief. En dat zal ik onderbouwen waarom ik dat denk. Waarom ik dat vind. Waarom ik dat doe. Hè? Nou goed. Wat het is, is het op gebied van startmiddeltjes. Van die middeltjes die beweren dat als je dat in je aquarium doet, dat je binnen een dag er vissen in kunt doen. Of van die middeltjes dat de bacterieopgang helpt. Nou, dat soort dingen. Nou, nu is het zo dat de stofopwerking in een aquarium begint met afvalstoffen. En die afvalstoffen, dat kan zijn dus vissenstront. Dat kan zijn dode planten. En als jij er nieuwe planten in zet, dan zullen er altijd een paar blaadjes doodgaan. Dus dan heb je dat ook al als start. Maar het kan bijvoorbeeld ook gewoon zijn voer. Als je er wat voer in doet en dat gaat liggen rotten, dat zijn op dat moment de voedingsstoffen om je filter en om het biologisch evenwicht aan te moedigen van hé jongens, nu moeten jullie iets gaan doen. Nu moeten jullie beginnen met afbreken van die slechte stoffen en ze omzetten naar goede stoffen die de planten weer bevorderen. En nu is zo, is dat ritueel heeft tijd nodig. En dat heeft zo'n 3 weken nodig. Meestal komt dat 2 weken in die 3-piek. Die kennen jullie wel. En daarna, dan is het water goed. En dan kunnen er vissen toegevoegd worden. Nou, wat doet zo'n middeltje? Nou, het middeltje zegt van ja, nou ja, we zorgen ervoor dat het water gelijk goed is. Dus daarom kan het gelijk in 1 keer erin, maar die vissen. En dan is het gewoon prima. Dat is niet waar. Alles wat ik heb uitgelegd, hè, van wat er dus als voedingsstoffen moet er als in het begin komen om het aquarium op te starten. Dat doet hij al vanzelf door planten, zoals ik zei. Of door iets. Maar dan wat dat dus op gang helpt, is gewoon 1 stof. En dat is ammoniak. Maar dus dat ene stofje, ammoniak, dat is alles wat je nodig hebt. En dat kan dus in, dat zit in voer. Dat zit in vissen, stront, vissen, uitwerpselen. Dat zit in dus plantenresten. Maar het zit ook in het potje. Dus eigenlijk alles wat het potje doet, is het ammoniak in het aquarium brengen. Zodat dat biologisch evenwicht op gang kan komen. En dat is alles wat het doet. Het is niet zo dat het veilig maakt en dat je het na een dag gelijk kan doen. Dat je er na een dag vis in kan zetten. Want dat kan gewoon niet. Omdat biologisch evenwicht heeft tijd nodig. Het filter heeft tijd nodig. Om die uitwerpselen daarvan aan te kunnen. Dus wat ik heb gedaan in mijn aquaria. Is dat ik er gewoon een beetje voer in heb verkruimeld. Dat gaat liggen rotten. Dan komt er ook ammoniak vrij. En dat doet exact hetzelfde als zo'n potje. Dus, of inderdaad, emerse planten worden boven water gekweekt. Als je die dan in het aquarium zet, dan gaan ze op een gegeven moment dood naar de onderwatervorm. Dus dan gaan de bovenwaterbladeren dood. Dat zorgt ook voor diezelfde afvalstoffen die het aquarium nodig heeft om op gang te komen. Zo'n potje doet niks meer dan alleen maar die afvalstoffen aan het aquarium geven. Dus ja, heeft het nut? Ja, want je hoeft niet te wachten tot die planten doodgaan. Of op die manier. Maar is het nodig? Nee, totaal niet. Want je kunt er net zo goed voer in doen. En dat werkt hetzelfde. Dus middeltjes of wat dan ook. Ik raad ze niet aan. Alleen als je met enorm erge ziektes zit. Ja, dan moet je. Dan kun je niks anders. Maar met bacteriën, de opbouwding, iets. Begin er niet aan. Want het zijn veel makkelijker gewoon door er wat voer in te verkruimelen. Kom je met exact hetzelfde effect. En
Je zult altijd nog moeten wachten. En heb je geen zin om te wachten? Ja, sorry, dan moet je niet aan het aquarium beginnen. Want 90% van de aquariumhobby is geduld. En wachten. En wachten. Geduld. Dus dat is wel iets om mee rekening te houden. Dus naar mijn mening en naar mijn ervaringen heeft zo'n middeltje geen zin. Er zullen altijd mensen zijn die beweren van ja, ja, maar bij mij is het wel goed gekomen. Dat kan, dat is geluk hebben. Dat is super. Maar er kunnen altijd nog dingen achterweg komen. Algenproblemen of vissen die toch later ziek worden ineens, zonder dat er ook iets gebeurt. Dat kan allemaal vanaf de verkeerde opstart, kan het wegkomen. Dus ik raad niet aan om dat te doen. En ik zou dus echt gaan gewoon voor of voer of iets dergelijks. En dus even specifiek voor die kijker. Als dus je aquarium, dat je nu met vissen zit, dat voeren, dan eten die vissen dat natuurlijk op. Maar de uitwerpselen van de vissen, die zorgen voor hetzelfde soort. Dus nou niet iets van bacteriën of wat dan ook erbij te doen, omdat de vissen dat zelf wel uitscheiden. Dus op die manier. Dus nou, dat was wat ik jullie wou meegeven. Voor vragen of wat dan ook, jullie kunt altijd laten weten in de reacties of mailen of Instagram, weet ik het, doe wat je wil. Nou, en dan zie ik jullie later weer bij een nieuwe video. Dus doei!